Ik vind het nog slimmer als toen ik haar overlijdensbericht kreeg. Want ze is van mij nou net rustig in de gym, maar ze wordt weer lastig vallen in haar graf. Geeske Jorna is verslein. Geen film over haar vriendinne Foekje Dillema, die het eind 2007 verstoor, maar wol over haar rivale Fanny Blanke Schoen. Neffens Jorna een postume overwinning van Fanny. Ze had Foekje verslaan, jaren. En dat weer we gelukkig kwiet. En dan werd wij, Maimekwaar, die ja, Foekje ere wonen, worden hier eigenlijk maar misledigen. En ik kon kans zet. Alles waar we van Foekje DNA is er niet kon. Foekje Dillema is eind jaren 40 haar net te verslaan op de atletiekbaan. De Boermer atleten werd lykwijls in 1950 trok het atletiekbond skorst, omdat ze een man wijzen zoe. Er werd zijn dat de man van haar rivale Fanny Blanke Schoen erachter zit. Na haar deer krijgt Foekje Dillema, die neffens een DNA-test Griff en Vrouwwest had, eerherstel van de Atletiek Unie. Oer Foekje zou een film maken worden door de Friese regisseur Pieter Verhoef. Maar het filmboom keert voor een film over Fanny Blanke Schoen, de vleende huisvrouw neemt. Er binnen twee soorten scenario's in zin, waarvan een commissie vond dat de ene dramatisch beter werkt dan de oren. Zo wil ik het eigenlijk ik wil bezien. Ik wil er net dramatisch hoe gaan. Mijn nijbesteen en vrouwen wienen al gesprekken viert voor de film Foekje, dat nou lykwijls een streek terugzetten is. Wat zou de boeren maar hutrenster zelf je nou van tocht ha? Ze weer woedend worden. Ik denk dat ze bij alles mieten en gooit hier. En ik denk echt dat ze zijn seizoen hier van Schoenwal dat wij er net weer mee beginnen moesten. Wij hier het net weer ophellen mocht eigenlijk. Want zij woorde dat nooit en ze had, vind ik, de liek kregen.